En dan nu? Hallo kijkers. Een beetje integer bestaat niet, zei oud-burgemeester Ian Dales ooit. Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Op donderdag 28 november vond de door de Partij van de Arbeid georganiseerde 12e Moenenlezing plaats. Met als thema, integriteit raken we het kwijt. Moenen was de naam van de duivel die de dienstmaagd Marieke van Nimwegen 7 jaar lang met valse praatjes aan zich wist te binden. Sprekers worden uitgenodigd om de toehoorders te verrassen met een prikkelende lezing vol duivelse gedachten. Dat is heel goed dat thema. We moeten niet achter elkaars rug om rare spelletjes spelen. Aan een open en eerlijke omgang met elkaar hebben we meer dan aan gekonkel en aan struisvogelpolitiek. Verbazingwekkender was het dus toen er op de politieke avond afgelopen woensdag aan de gemeenteraad uitgelegd werd hoe vervelend het is dat twee wethouders van deze stad er alles aan doen om de gemeenteraad en de burgers verkeerd te informeren over de stand van zaken omtrent het nieuwe oorlogsmuseum. Dat is bestuurlijk niet echt integer te noemen. En wat gebeurde er? De Nijmeegse fractie, CDA, D66 en de Partij van de Arbeid riepen in koor dat we dat niet mochten zeggen. Ben je ze nota bene aan het helpen, willen ze het niet eens horen. Hebben ze alleen pech dat de gemeentesecretaris persoonlijk de klacht die ik had ingediend over de ambtenaar die namens het college de raad maar half informeert, gegrond heeft verklaard. Alle fracties krijgen van de week een kopietje in hun postvakje. Wie hem ook wil lezen, stuurt mij een mail. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. De tekst van de lezing die gehouden werd door Lili Jacobs is beschikbaar via de website van de Partij van de Arbeid.